gewoon eens kijken, Jeroen. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Hè? Van wie zijn die? Oorlogsbruid, Jeroen. De andere woorden van mij dus, hè? Is Jeroen er? Die heeft een dagje vrij, meneer Van Linden. Oh, ik heb twee plaatsen voor hem voor de heropening van het casino vanavond. Uiteraard bent u met uw vrouw natuurlijk ook van harte welkom, hè? Voor een bijzondere avond. Nee, dank u. Dat is niks voor ons. Maar geeft u die kaarten van Jeroen maar hier? Nee, laat u ze maar bij mij komen ophalen. Nou, ik hier toch ben, kunt u me even volgooien? We hebben nog geen benzine. Een benzinepomp zonder benzine? Heel origineel. Ja, we wachten op de leverancier. Zoveel tijd heb ik echt niet. Hoi. Fijn, hartstikke bedankt. Hoi. Hoi. Heb je het makkelijk kunnen vinden? Ja, ik ben niet voor niks taxichauffeur. Wil je iets drinken? Ja, een colaatje. Eén cola. Kom eens hier. Heb je je zwembroek bij je? Nou, nee joh, ik had niet gedacht. Nou, geef niet. Geef niet. Je kan het wel zonder. Je mag de mijne gebruiken. Jeroen. Je hebt nou een nieuw spel, kameraadje, hè? Je hebt mij niet meer nodig. Nou, ga je je nog uitkleden of... Ik heb jou al een cadeautje gegeven. Je zou er op zijn minst iets voor terug kunnen doen. Oh, sorry. Ja, ik had u niet gezien. Connie Jansen? Oh, Johannes, ja? Je laat je niet verleiden om geld bij elkaar te brengen. Je doet toch nog voor de kerk. Stil. Ik heb de voorstellen voor die geldactie doorgenomen. Nou, sommigen lijken me heel acceptabel. Oké, anderen niet. Nee, je hebt mij het woord vreselijk niet horen noemen. Zie je wel, daar ga je al. Nou, ik weet niet zeker. Ik geloof dat dinsdag een bestuursvergadering is. Nee, ik kan vandaag niet. Wacht, ik bel je straks wel even terug. Ja, doe ik. Mam, ik ga. Ik heb middagcollege. Descartes. Vreselijk diep. Hey, luister je eigenlijk wel? Oh, sorry, schat. Nou, ik zie je straks. Heb je enige idee? Ik zou niet weten, mam. Ik ga misschien nog even langs Anja vanavond. Maar ik bel je nog. Je bent toch niet morgen vergeten? Nee. Dagje uit. We zouden samen rondvaart maken in Amsterdam. Oh, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Nou, dag. Het aantal fiches moet corresponderen met het geld in kas. Dus als jullie ze tellen en overleggen met de kassier, dan kunnen we wachten. Succes. Ik heb het gevoel dat ik jou nog wat manieren moet leren, Ronnie Maat. Bijvoorbeeld, niet snuffelen in andermans paparazzen. Dat is niet zoals het hoort. Sinds wanneer ben jij in de autobranche geïnteresseerd? Garages, showrooms? Auto's interesseren me niet. Het gaat mij om het onroerend goed. Onroerend goed is niet mijn sterkste kant. Maar als jij daar je geld wil insteken, is mij best. Als ik eerst maar mijn deel krijg van ons andere zaakje. Laat het zakelijke dan maar aan mij over. Zorg jij dan maar dat die tent vanavond goed draait. Het is jouw geld. Had je gezegd dat ik zou winnen? Ja, wel logisch met de voorsprong die ik je heb gegeven. Onzin. Ik had toch gewonnen als we gelijk waren gestart. En toch had je een voorsprong. Ik vind, als je een voorsprong hebt, dan moet je die houden. Ik weet wel dat jij er anders over denkt.
fantasie. Met handlezen kan je heel veel over iemands karakter zeggen. Nou, hou stil. Ja, wat kietelt. Nou, hou op. Even serieus. Wat zie je dan? Je hebt een heel vriendelijk karakter. Heel goed geefs. En aan deze lijn kan je zien dat je mensen makkelijk vertrouwt. Je bent zo goed van vertrouwen dat ze je makkelijk kunnen belazeren. Dat is gevaarlijk. Wel, nee joh, ik laat me niet belazeren. Nou, maar verder, wat zie je nog meer? Heel lang leven. Ja, ja. Nou, is dat alles wat je leest? Nee, het is niet alles. Nog een kopje. Ja, graag, alsjeblieft. Vrijdag, meneer Jansen. Nee. Ik zit te wachten op wat onderdelen. Tot die tijd kan ik weinig doen. Duurt eeuwen met die leveranciers. Klinkt me bekend in de oren. Moet je Mario daar eens over horen. Doe jij dit op de pizza della mamma? Jazeker. Op de pizza della mamma mag alleen maar tipo di Milano salami. En wat is dat dan? Dat zou ik nog niet eens op een pizza van een hond durven te doen. Het is helemaal niet Italiaans. Daar geloof ik niks van. Kijk, cosa. Het ziet er anders prima uit, dacht ik zo. Er zijn dingen die je niet kan leren, Karin. Die moet je voelen. Hier. Waar is de salami gebleven? Ik ben die bestelling aan het maken. Ik zal zorgen dat jij de type die Milano krijgt, Mario. Huh? Al moet ik er de hele Alberto Quipo voor aflopen. Mario, geen Garibaldi te voet door heel Italië om dit aan de wereld te geven. Misschien ga ik wat nooit meer terug naar Italië, maar haar eer wil ik hoog houden. Ja, maar mama, wat moet ik dan op die... Wat bedoelde ze daarmee? Hè, waarmee? Wat bedoelde ze met misschien ga ik wel nooit meer terug naar Italië? Geef het maar, meneer Verlinde. Ik wil er niets mee te maken hebben. Die wagens zijn een hoop geld waard, Jeroen. Ja, en Jarenier werd overhoop geschoten omdat iemand anders dat ook vond. Hij rust zacht tussen de vissen. Dus wij kunnen nu gevoeglijk deze wagens als gevonden voorwerpen beschouwen. Nou, verkoop ze dan. Wat moet u met de show doen? Om te beginnen moeten ze weg uit die loods. Straks stapt daar iemand binnen die denkt dat hij de gelukkige vinder is. Ze moeten zo snel mogelijk worden weggehaald. Ja, daar heeft u mij niet voor nodig. Daarna moeten ze één voor één worden verkocht tussen de andere auto's. Dat kan je niet aan een ander overlaten, dat zou je zelf moeten doen. Maar ik heb helaas geen verstand van het runnen van een garage, joh. Nog bedankt voor de kaartjes trouwens, hè? Hoeveel winst dachten jij en jouw vader te maken met de spijkhoekgarage? Dat is onze zaak. Ik kan jou aan een dubbel zo grote garage helpen met een showroom. Volstrekt legaal. Jij verkoopt de handel. Ik dek de onkosten voor het eerste jaar. Daarna gaan we ieder ons eigen weg. En met meer geld dan waarmee wij begonnen, Jeroen. We hebben het geld echt niet zo hard nodig, meneer Verlinde. Sorry. Iedereen heeft geld nodig en meer dan hem lief is. Ja. Dag. De verkoop van het huis kan nu elk moment rond zijn. Zodra het geld op de bank komt, wordt de rekening betaald. Er is al een enorme vaart achter gezet. Nog een paar dagen. Meer krijg je ook niet. Zorg dat het dan maar voor elkaar is. Wat wil je? Benzine. De garage is nog niet officieel open. De benzine is nog niet geleverd. Dat heb ik ook al tegen je baas gezegd. Je zal het er toch moeten zeggen. Nee, ik heb geen zin in ruzie. En trouwens, wat mama zegt en wat ze doet, dat zijn twee verschillende dingen. Juist, ja. Ze meldt even dat ze hier blijft wonen en jij mag er niks van zeggen. Dat meent ze niet. Nee, ze maakt een grapje. Ze komt heus wel op andere gedachten. Maar als ze dat niet doet? Oh, Mario. Ik heb iedere winkel van binnen gezien. Wat is er, mama? Laat me even op adem komen, Mario. Het is alleen maar op mijn hart, hè, mijn hart. De dokter heeft me gezegd dat ik me geen zorgen over te maken. Maar ik moet me wel in acht nemen, jongen. Gaat u zitten. U heeft u weer veel te druk gemaakt. Ik moet even mama verzorgen. Hoor. Nee. Nee, dat hoeft niet. Ik moet voor jullie zorgen. Dus zorgen nee, te doen. Geen sprake van mama. Kom. Ik had je niet aan horen komen. Ga je ervan om in de regen te lopen? Nee, ik wou wat laatste rozen plukken, maar pas al te laat. Kom gauw binnen, maak een koffie. Ik had niet verwacht je vandaag nog te zien. Ik vind het leuk om mensen te besluiten. Dan kan ik ze misschien ergens op betrappen.
En dat geeft mij weer de kans een moraliserende preek af te steken. Dan heb ik tenminste het gevoel dat ik mijn werk doe. Zo hoort een dominee toch niet over zijn werk te praten? Hoe hoort dat dan volgens jou? Laten we het maar over de fondswerving hebben. Dat is een veiliger onderwerp. Hoe laat komen ze thuis? Weet ik niet. Ik geloof dat ze een of andere vriend van Geert ging opzoeken in Amsterdam. En dan ben ik tegen mama gezegd dat ik vanavond bij Anja ben. En als zij nou tegen haar zegt dat ze niet thuis is. Ja, dat is niet mijn probleem, Mariek. Shit, waarom wil dat nou niet? Ze zou eens moeten zeggen dat ze hier was. Waarom vertel je niet gewoon dat je naar het casino gaat? Ja, omdat ze dan wil weten met wie en hoe laat ik thuis kom en hoe laat ik weggaan. Nou, dank je feestelijk. Hé, hey, perfect, hè? Wat vind je ervan? Met wie ga je eigenlijk? Met Jan Willem. Die lefkakker die alles in het casino kort en klein heeft geslagen? Ja. Aangezien ik mijn eigen drankjes niet kan betalen, kan hij dat voor me doen. Geld stinkt niet. Oh, wat romantisch. Ik hoop voor je dat Van Linden hem binnenlaat. Oh, anders ik wel. Dan Willem zou moeten dokken. Weet je dat ik me soms niet kan voorstellen dat we familie van elkaar zijn? Weet je? Je vriendin, als je zit schreef. Ah, Jeroen. Oh, leuk jou te zien. En wie is deze schoonheid? Yvonne. Yvonne. Zullen we wat gaan drinken? Oh, als jij champagne wilt, dus op gerekend overwinnen van. En wil jij gokken voor jou gratis voor niks? Fiches bij de kassier. Dag. Dag. Nou, is dat een hartelijk welkom? Ja. Dag meneer Verlinde, hoe maakt u het? En een paar seconden geleden nog goed. Wat kom je doen? Ik kom mijn excuses aanbieden voor mijn stomme gedrag. Hoe had je dat gedaan? Nou, ik dacht, ik begin met sorry te zeggen. Sorry. En dan koop ik, laten we zeggen, 5000 gulden aan fiches. Ik ben niet gelukkig in het spel, meneer Verlinde. Jij bent gewaarschuwd. Je hoeft maar dat te flikken en je ligt eruit. Hulp nodig, Gerard? Dat denk ik niet. Ik denk dat meneer zich voorbeeldig zou gedragen. Ja. Daar kunt u op rekenen, meneer Verlinde. Goeie zet. Het kan geen kwaad om de betrekkingen met de familie van Landschot te herstellen. Wat bedoel jij? Als die juwelen echt zijn, zou ze in een draagbare kluis moeten rondlopen. Je hebt dan wel je bed uitgeschopt, Gerard. Maar als ik jou was, haalde ik haar snel terug. Is die meneer Jansen wel in orde? Hoezo? Ik heb hem nog nooit zien drinken. En dan wel eens eentje. Nou, ik vind het helemaal niet zo'n gek idee hoor. Ik ben er zelf ook hard aan toe. Als dat de oplossing is, graag. Ga dan je gang maar. Nee, maar ik zou tenminste wel van het gezeur van jou en mama af zijn. Ik weet niet of het komt door de bergen, de zee, de zon. Maar je bent zoveel dichter bij de natuur. Er is een helderheid die alles opent. Waardoor je alles in een ander nieuw licht ziet. Niet vervelender dan reisverhalen van de anderen te moeten aanhoren. Oh nee, ik had juist het gevoel alsof ik er zelf was. Ach, ik wist niet dat het al zo laat was. Oh, mijn vrouw zal zich wel afvragen. Ik zal je niet langer ophouden. Geldinzameling. Ik zie je na de volgende bestuursvergadering. We zijn vanaf niet veel verder gekomen. De volgende keer moeten we echt serieus werken. Absoluut. Tot zondag. Kijken. Zo gewonnen, zo geronnen. Flink afgeladen. Ja, dat dacht ik ook. Maar hoe denk jij dat vriendje van jou kwijtraakt? Zo simpel ligt dat niet, Gerard. Even een vriendje kwijtraken. Eva, we doen allemaal wel eens een beetje raar, hè? Zelfs die zoon van jou heeft er een handje van. Als hij jouw zoon niet was, had hij hier nooit een voet gezet. Kijk, daar komt jouw jonge vriendje. Mijn nachten zijn niet meer zo lollig als vroeger.
Misschien weet jij mij nog te vinden. En, hoe doet de bank het? Prima. De mensen die tegen de bank spelen verliezen fors. Gelukkig dat ze het geld ervoor hebben. Sommigen wel. Maar anderen zou je het moeten verbieden. Zoals je vriendje Jeroen daar. Nee. Hij heeft nog wat van me te goed. Hij heeft mij een goede dienst bewezen. Hij kan die fiches beter inwisselen en het geld aan zijn vader geven. Ik was daar vanmiddag toevallig. En er was er een vent die geld van hem wilde. En een vaag en kwaaie jongen. Als je het mij vraagt, zit die oude Jansen zwaar in de problemen. Ook voor mij hoef je niet te koken, hoor. Nou, ik hoef het alleen maar even op te warmen. Kom je nu pas van je werk? Ik heb helemaal geen honger. Ik denk dat ik maar meteen naar bed ga. Jij werkt veel te hard. Heb jij gedronken? Ja, één borreltje in het café. Vind je het erg? Nee, natuurlijk niet. Alleen zo ken ik je helemaal niet. Nou, dan heb je weer eens een andere kant van me leren kennen, hè? Ben moe. Tot rusten. Sorry, mam. Ik weet dat we samen een rondvaart zouden maken, maar ik heb over een half uur een afspraak met de professor. Nee, ik zit helemaal vast. Het hele schema is omgegooid. Ja, nou, volgende keer beter. Oké, dag. Was je vol? Weg? Ze wilde die niet storen, zei ze. Zeker een grapje, hè? Beetje rusteloze typje, hè? Oh. Nou, ik ga weer naar bed en ik ben er voor niemand. Behalve voor Ronnie. Oh? En Jan-Willem wel? Hoezo? Je hebt het of je hebt het niet. En jij hebt het, ouwe Timmes! Ik had me zo verheugd op de dag Jansendam. Nou ja, dan moet ik maar alleen gaan. Waarom ook eigenlijk niet? Dat is een goed idee. Waarom heb jij niet een dagje vrij? Ja, sorry schat, maar ik heb het ontzettend druk. Volgens mij ben ik de enige in deze familie die niets bijzonders te doen heeft. Nou ja, dan moet ik het maar het beste van maken en mezelf een leuke dag bezorgen. Cornie Jansen? Ja, natuurlijk. Het is die meneer Verlinde voor jou. Verlinde? Wat wil die nou? Met Jansen. Prima salami, hè? Ja, uit de kunst, mama. U had volkomen gelijk. Volgens mij is er geen enkel verschil. Is er niemand van plan om iets te zeggen? Wilt u een kopje koffie, mama? Karin, een koffie? Mario, ben je dan van plan om je moeder te vragen hoe lang ze hier nog denkt te blijven? Wil ze me weg hebben? Nee, natuurlijk niet. Mario vertelde me dat u niet meer naar Italië teruggaat. Hoe kan ik nou naar Italië teruggaan? Mijn zoon heeft me beledigd. Mijn dochters hebben me links laten liggen. En Giuseppe, die ik met zoveel pijn gebaard heb, die heeft me op mijn ziel getrapt. Ja, dat is allemaal goed en wel, mama. Mario, maar je verwacht nog niet dat ik de pik van die vrouw waar je niet eens mee getrouwd bent. Wat krijgen we nou? Ben ik een of andere slet? Als je een passende woord weet, dan zeg je maar. Basta. Mario, je denkt toch niet dat ik de pik van jouw moeder? Ik stop ermee! Ik ben het hier zat! Ik ga weg en jullie, kijk het maar, ik ga maar bezatten.
Hey! Ga je boodschappen doen? Nee, ik spijbel. Mooi zo. Ik ga met de trein naar Amsterdam. Ik ga eerst lunchen en dan ga ik met zo'n rondvaartboot. Ik ga de toerist uithalen. Ik moet ook naar Amsterdam. Toevallig? Zal ik je een lift geven? Graag. Ik moet alleen een paar boeken ophalen. Oh. Weet je wat? Ik ga met je mee op die boot. Ja, heb ik nooit gedurfd in mijn eentje. Ik was altijd bang dat je me voor toerist zou verslijten. Misschien moeten we een hoed opzetten en een zonnebril. En we hadden toch voor vanavond afgesproken? En morgen dan? Ik weet nog niet wat ik ga doen morgen. Ik bel jou wel een keer. Gewoon een keertje. Dag. Hey. Nu is het zeker jouw beurt om er tussenuit te knijpen. Nee hoor, maar je raadt het nooit. Al onze problemen zijn opgelost. Wat bedoel je? Ik heb net op de bank een cheque afgeleverd waarmee alle schulden tot de laatste cent zijn afbetaald. Een lening, 0% rente. En terug te betalen als het me uitkomt. Gek man, maar hoe heb je dat? Het ene moment dacht ik dat er geen kan meer op kon. En het andere moment was er een reddende engel in de vorm van een zakelijke overeenkomst. Jouw meneer Verlinde gaat geld steken in ons bedrijf. Je hebt Verlinde gesproken. Ja, Jeroen. Eigenlijk heb ik je nooit verteld hoe we er echt voor stonden. Maar waarschijnlijk heeft Verlinde mij voor de gevangenis behoed. Maar het is allemaal voorbij. We gaan opnieuw beginnen. Hè? En we moeten een nieuwe garage zoeken. Zo een met een grote showroom. Dat heb ik altijd al gewild. Pa, maar je weet helemaal niet. Je kan Verlinde... Ik heb meteen getekend. Voordat ik wakker zou worden. We zijn gered! Nooit geweten dat Amsterdam zo leuk was. Ik heb echt genoten, Johannes. Dank je wel voor deze fijne dag. Nou, ik moet me uitstappen. Je weet wat er aan het gebeuren is, hè? Johannes, alsjeblieft. Ik word verliefd op je, Connie. En ik denk... Ik denk dat ik ook voor jou spreek. Oh, Johannes. Nee, dat kan niet.